Dit is de Trendbubbles podcast, Dutch Trends and Lifestyle, episode nummer 63. Trendbubbles. Welkom bij Trendbubbles. Ik ben je gastvrouw, Desiree Kastelein. En deze podcast is gemaakt om je positieve energie te geven en je te inspireren. Heel hartelijk welkom bij deze 63ste episode van de Trendbubbles podcast. We gaan het hebben over alles op orde hebben in je huis en in je leven. Heerlijk is dat toch? Ik ga je tips geven waar ik mijn structuur vandaan heb. En het is een heel suf iets. Het lijkt het, maar het werkt super. Waar ga ik het over hebben? Het is het Fly Lady System. En je gaat met babystapjes werken om meer structuur te krijgen in je huishouden. Het huishouden. Wil je daar nog wat over weten? Nou, ik eigenlijk wel. Toen ik bezig was om meer structuur te krijgen, ik had de Marie Kondo-methode gebruikt. Jullie misschien wel bekend, de befaamde opruimguru uit Japan, Marie Kondo, die een boek heeft geschreven wat echt een wereldbestseller is geworden. Ik heb de methode toegepast. Ik heb er volgens mij ook wel een podcast over gemaakt, hoe ik mijn kledingkast heb opgeruimd en dat ik tot aan mijn enkels of mijn knieën in de kleding stond en daarna mijn kast heb opgeruimd. Ik moet je zeggen, de methode is me heel erg goed bevallen, want ik gebruik hem nog steeds. Echt waar. Het is ongelooflijk. Ik vind het echt zoiets raars. En ik had ook al gelezen dat iemand zei van, nou, ik gebruik die methode nog steeds, na een jaar nog steeds. Toen dacht ik nog, dat kan toch niet. Dat kan toch niet waar zijn. Maar het is echt waar. Het is echt waar. Ik gebruik het nog steeds. Ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Maar op wat andere vlakken had ik toch nog wel behoefte om wat meer structuur te krijgen. En mijn tijd praktischer te kunnen indelen. En daarom dacht ik op een gegeven moment van, ik ga eens even op YouTube kijken. Of ik wat kan vinden. En daar vond ik het Fly Lady System. Achteraf herinner ik mij dat mijn zus me alles getipt heeft op deze methode. En toen sloeg ik er niet echt op aan. Wat is de methode? Nou, de methode is gemaakt door een Amerikaanse. Omdat zij zelf behoefte had aan structuur. Ze in een heel erg rommelig huis woonde. Geen structuur had in haar leven. En langzamerhand een methode heeft ontwikkeld om beter te leren huishouden. Je huishouden te doen, zo moet ik het zeggen. En ze heeft die methode nu vastgelegd. Ze heeft er ook een boek over geschreven. Ze heeft een website gemaakt. En ze heeft over de wereld diverse mensen zitten die kunnen helpen met het uitvoeren van die methode en het aanleren van de methode. En Diane in Denmark, zo heet de dame, Diane. Zij is een YouTube-kanaal begonnen met video's over zichzelf, maar ook over die bewuste Fly Lady methode. En door haar video's kwam ik ermee in aanraking. Ik ben haar video's gaan kijken en ik ben begonnen bij de babystapjes. 30 babystapjes die zij uitlegt in de video's. Die ben ik eens gaan kijken en het begint ermee dat je je grootsteen gaat schoonmaken. Nou, zul je dan horen van, nou, Desiree, kom nou op zeg, moet ik daarmee beginnen? Om hem helemaal te laten schijnen en glitteren en schoon te maken. Nou kan die van mij niet echt schitteren, omdat het natuursteen is, terrazzo. Maar je hebt ook wel roestvrij stalen grootstenen. En daar kun je wel van voorstellen dat die aardig kunnen gaan blinken als je hem goed poetst. En je begint dus de methode met het schoonmaken van je grootsteen. En als je die eenmaal hebt schoongemaakt, hou je hem voor altijd schoon. Dat is het begin. En als je die grote steen hebt schoongemaakt, dan mag je eigenlijk jezelf een heel groot compliment geven. Daar begint het mee. En dat vind ik zoiets fascinerends. En daarna komt het volgende. Misschien doe je dat iedere dag al. Ik doe het iedere dag. Ik deed het al iedere dag. Het is voor mij iets vanzelfsprekends. Maar je kunt je voorstellen dat mensen die een onregelmatig leven leiden, misschien kleine kinderen hebben, het niet doen. En dat is
je aankleden tot en met je schoenen. En het liefst schoenen met veters, dus stevige schoenen. En je iedere dag ook aankleden. Nou kan ik me echt voorstellen dat er mensen zijn, en luisteraars misschien ook wel, die af en toe zeggen van, poepoe, dat aankleden, dat komt er gewoon niet van. Ik krijg het niet voor mekaar om mezelf aan te kleden en om stevige schoenen aan te trekken. En Diane doet dat zo leuk in die video's, want ze laat in iedere video die erop volgt, dat ze dit heeft uitgelegd, laat ze echt ook zien, haar schoenen zien, dat zij schoenen aan heeft die ze gestrikt heeft en die ze die ochtend heeft aangetrokken. Zo als voorbeeld, zeg maar, van ik heb mijn schoenen alweer aangetrokken, heb jij ze ook al aangetrokken? En dat werkt heel erg motiverend. En het plezier straalt ervan af. En in het begin dacht ik nog van, hé, wat is dit? Wat is dit nou? Wat een rare trucjes allemaal. En Diane ziet eruit als een keurig nette dame. Ze is Schotse volgens mij, als ik me niet vergis. En zij woont in Denemarken, ze woont in Kopenhagen. Dat maakt dat ze heel erg makkelijk Engels spreekt, maar ook van alles over Kopenhagen en over Denemarken kan vertellen. En dat is heel leuk, want dat mixt ze door haar uitlegvideo's. En onder andere heeft ze iedere ochtend, als het een beetje mee zit, de gewoonte om aan winterbathing te doen. Dus winterbaden. En Kopenhagen ligt heel erg dicht bij de zee. En ze rijdt dus naar een badhuis waar ze een plons neemt in het zeewater. En als het winter is, dan zegt ze ook van vandaag was het wel een beetje heel erg koud. En dan doet ze er soms een fotootje bij van hoe het water eruit ziet. En dat is dan half bevroren. En daar gaat zij dan in. En dat doet ze iedere dag. En ze zegt ook van, ik ben eigenlijk niet verkouden geweest sinds ik ermee ben begonnen. Dus het is heel erg leuk om te zien hoe haar leven eruit ziet. Ze houdt heel veel dingen voor zich privé, maar ze vertelt ook een heleboel dingen over hoe ze haar huishouden doet. En nog motiverender, ze maakt zelfs video's waarin ze de camera aanzet en dan 15 minuten haar badkamer gaat doen. En dan houdt ze de video aan, ze doet mee, ze praat tegen je. En als je het leuk vindt, kun je dus ook de video aanzetten en zelf een klusje gaan doen of onder het strijken gaan kijken of wat dan ook. Het is heel erg leuk om haar enthousiasme te zien en ook te zien waarom zij begonnen is met het systeem. Omdat ze het lijkt alsof ze heel gestructureerd is in de video's, omdat ze alles uitlegt, et cetera. Maar die structuur heeft ze ook nodig, zegt ze. Want als ze zich daar niet aan houdt, dan wordt haar leven chaotischer en kan ze minder productief zijn. En daar kan ik me heel erg in vinden. Dat herken ik ook heel erg. En daarom vind ik het leuk om nu het Fly Lady System met jou door te spreken. Want Het volgende is eigenlijk ook dat je begint met het plakken van soort sticky notes, of hoe heet dat, gele plakkertjes. Bijvoorbeeld op de spiegel, om je te herinneren aan bepaalde dingen die je die dag moet doen of wilt gaan doen. En ook jezelf een smiley te geven. En die klevertjes... Die kun je dan op je spiegel plakken of op je keukendeur of wat iets meer zij. Wat ook heel erg leuk is om te zien, is dat zij met een timer werkt. Een timer die ze op 5, 10 of 15 minuten aanzet. En dan 15 of 15 minuten kan gaan werken aan iets wat ze af wil hebben. En dat werkt, ik heb het uitgeprobeerd, dat werkt heel erg fijn, omdat je op een of andere manier je focust in die tijd die je gebruikt om dan je dingen gedaan te krijgen in die tijd. En wat je ook kunt doen is een stopwatch aanzetten. Dan werkt het eigenlijk andersom. Dan ga je meten hoe lang je erover doet om iets klaar te hebben, zodat je een betere tijdsindicatie krijgt van dingen waar je mee bezig bent of hoe lang iets kost om het klaar te krijgen. Vond ik echt een hele grote tip. Ik heb eerst naar de video's gekeken van, nou, wat moet ik met die timer? Ik gebruik hem nu niet veel, maar ik gebruik hem wel eens om
die reden, om meer structuur te krijgen en om mezelf te dwingen om dingen klaar te krijgen. Wat ik ook zoiets grappig vond, en ik begreep eerst niet helemaal van hoe zit dat nou. Ik zag een video van Diane en ik keek ernaar en ik zag, ze maakte die video in haar slaapkamer. En ze zat denk ik op bed of zo om iets uit te leggen. En achter haar was de deur naar de slaapkamer en daar hingen een aantal kledingstukken aan die deur. Dus ik dacht, hè, wat is dit nou? Hangt ze nou de kleding klaar? En toen begon ze erover dat ze iedere dag haar kleding voor de volgende dag alvast klaarlegt. En op haar Instagram-account laat ze ook zien wat voor kleding er alweer klaar hangt voor de volgende dag. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ze laat ook haar gootsteen zien iedere avond. Iedere avond maakt ze haar gootsteen schoon als een soort avondroutine. En die kleding klaarleggen, daar legt ze dan bij uit van, dat doe ik omdat ik dan rustig een aantal items bij elkaar kan uitzoeken. Ik kan nadenken wat ik die volgende dag heb en ik kan daar leuke accessoires bij zoeken. Ik kan even kijken of het goed staat en de volgende ochtend kan ik dat meteen aantrekken. Nu heb ik een aantal weken dat geprobeerd en bij mij is er weer een beetje uitgegaan die routine. En het beviel mij wel. En waar ik het nu voor gebruik is een drukke dag waarvan ik denk van, ik vind het handig dat ik van tevoren even mijn kleding klaarleg. Bijvoorbeeld een reisdag of zo. Dan leg ik al mijn kleding klaar. En wat ik gemerkt heb is dat ik het juist voor de accessoires zo leuk vind om het uit te zoeken. Omdat ik dan eigenlijk meer accessoires gaan gebruiken dan dat ik normaal doe. Want normaal dan liggen er een aantal ringetjes klaar of er ligt een bepaalde centuur in de kast waar ik heel snel naar grijp. En als je de dag van tevoren je kleding uitzoekt, dan heb je het gewoon sneller voor elkaar. Dan past het beter bij elkaar en word je origineler. Heel raar, maar het werkt echt. Wat nog meer in die babystapjes past, is een room rescue, noemen ze dat in het Engels, voor 5 minuten. Dus je kamer redden in het Nederlands, maar dan klinkt het toch weer anders. Je kamer redden in 5 minuten. Als je nu een kamer hebt in je huis wat te erg voor woorden is, waar je gewoon bijna de deur niet van open kunt krijgen en je je afvraagt van hoe begin ik eraan? Ik zou niet weten hoe ik eraan moet beginnen. Hoe begin ik? Dan kun je dat gebruiken als een eerste aanzet om wat verder te komen zonder direct een hele negatieve bijsmaak daarvan te krijgen. Je zet je timer voor 5 minuten en je gaat 5 minuten opruimen in die kamer. Ook weer, ja, ik vond het zo'n vondst eigenlijk. En daarna trek je gewoon de deur weer dicht en dan ga je de volgende dag weer verder met weer 5 minuutjes. En uiteindelijk wordt de kamer wel leger. Je doet er langer over en dat willen die babystapjes zeggen. Iedere dag zet je een klein stapje of maak je kleine stapjes in de dag, zodat je leven op orde komt. Zonder dat je er overspannen van wordt, bij wijze van spreken. Dat je zoveel tegelijk moet gaan onthouden. Zo'n groot systeem tegelijk moet onthouden. Want de dingen die ik hier opnoem, dat zijn allerlei acties waarvan je er iedere dag eentje meer gaat doen. Dus je begint de eerste dag gewoon met het schoonmaken van je gootsteen. Dat is dat ding wat je dan doet. En verder doe je niks. En dan de dag daarna, dan doe je je gootsteen en trek je je schoenen aan. En dan die dag daarna je gootsteen schoonmaken, je schoenen aantrekken en een sticky note op je spiegel plakken om iets te kunnen herinneren. En dat is hoe het systeem werkt. Het werkt met het opbouwen van routines. En dat, ja, volgens mij heb ik er al eerder podcast over gemaakt, over routines en over systemen of zo. Oh, ik moet denken wat ik erover heb gemaakt. Habits. Ja, gewoontes. Gewoontes. En dat zo fijn is om een gewoonte in te slijpen, omdat je er dan niet meer bij na hoeft te denken. Je doet het automatisch en dan raak je er niet zo van dat het energie kost. Of ja, hoe zeg ik dat nou? Dat het je hele dag beïnvloedt.
Wat zij ook doet en wat ik nu echt gebruik, waar ik zo blij om ben eigenlijk, dat ik dat heb geleerd. Het is zo raar, want je kunt het eigenlijk gewoon, als je het zelf bedenkt, kun je het zelf ook, of als je het bedenkt, dan is het zo eenvoudig. Het is, ze noemen dat een load of laundry, een lol. En dat is in het Nederlands een ladingtje was, iedere dag. En dat gebruik ik echt en daar ben ik heel erg blij om. Kun je je die bergen met strijk voorstellen? Dat je dan denkt van, oh, dan sta ik 1,5 uur te strijken en te vouwen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nou, dat heb ik nu niet meer, want ik doe iedere dag een stukje was. En dan doe ik de was, het strijken, vouwen en het opbergen. Dat hoort er ook bij. Dus die hele was wegwerken. Dus je hebt iedere dag dan gewoon je was gedaan. Dan is het klaar, dan is het afgewerkt. En dat geeft zo'n fijn gevoel. Alleen daarom kun je de Fly Lady System gebruiken. Alleen als je dat er al uit gebruikt, dan word je echt zo blij van. En Diane die heeft daar volgens mij ook een video over gemaakt van hoe ze dan de was doet. En dan zegt ze van nou, dan doe ik dit nu in de was. Dat doet ze 's ochtends. Dat hoort bij haar ochtendroutine. En een ochtendroutine bestaat bijvoorbeeld bij haar ook nog uit even een doekje over de toiletbril halen. En even een doekje over de douche halen. En je hebt daar echt geen uren voor nodig. Je stapt uit de douche in je onderbroek. In je onderbroek haal je even een doekje door de douchebak heen en je toiletbril. En je loopt dan met de was van die dag naar de wasmachine en doet er een ladingje was in. En later op de dag heb je, we hebben voor wijze van spreken 10 minuten tijd of een kwartier of hoe lang dat dan ook mag duren, om je was op te ruimen van de dag ervoor die heeft gedroogd. En ja, het is gewoon heel erg leuk om in haar video's te zien hoe ze het doet en je krijgt er inspiratie van om het zelf ook te gaan doen. Dan nog iets, ook zo'n goede tip waar ik stiekem wel heel erg blij mee ben. En wat ik nu ook gebruik. Het plannen van je eten, wat je eet, de hele week vooruit. Dus het gaan zitten. En dit is pas in het zoveelste babystapje wat je voorgeschoteld krijgt. Dus iedere dag weer iets erbij, zoals ik al zei. En aan het eind kom je dan uit op die weekplanning voor je maaltijden. Ik ga dus nu zitten. Ik heb notities in mijn iPad en daar staan allerlei opeenvolgende weken onder elkaar. Van wat ik de afgelopen weken al gegeten heb. Dan kan ik kijken wat ik de afgelopen weken gegeten heb, wat ik bijvoorbeeld weer een keer wil eten. En voor mezelf heb ik bedacht dat ik 1 keer in de week een nieuw recept uitprobeer. Dat vind ik gewoon leuk en de rest mag bestaand zijn. Als ik zin heb, kan ik nog een recept uitproberen. En ik kan er al in inzetten wanneer ik uit eten ga bijvoorbeeld. Of waarin ik iets makkelijks wil eten. Aan de hand daarvan, van wat ik ga eten voor de komende week, kan ik mijn boodschappenlijst al gaan maken. En dat werkt heel efficiënt. Het fijne is dat als je iedere week op hetzelfde tijdstip dit doet, wordt het routine. En dan wordt het niet zoiets van, oh, dat moest ik ook nog even doen. En voor je het weet sta je in de supermarkt om je boodschappen te kopen en weet je niet wat je die week gaat eten. Een vast tijdstip in de week waarop je dingen doet. Dus vaste dagen in de week waarop je boodschappen doet. Dus het echt een routine wordt. En in die routine kun je bijvoorbeeld ook opnemen dat je 1 keer in de week je auto tankt bij het tankstation. Dat vond ik wel een hele goede tip. Want vaak dan laat je dat helemaal teruglopen tot het moment dat je eigenlijk moet tanken en ook bij een afspraak moet zijn en dan eigenlijk veel te laat bent en toch nog moet tanken en daardoor te laat komt. Dus allemaal van die handige dingen die je stuk voor stuk weet in te plannen in je week. En dan nog iets heel simpels. Iets wat ook al veel genoemd wordt in boeken. Het opmaken van je bed iedere dag. Iedere dag je bed netjes recht trekken, dicht slaan. En zorgen dat het er fris en fruitig bij ligt. En
Dat zorgt er gewoon voor dat je een opgeruimd gevoel krijgt. Alleen het idee al dat je je slaapkamer binnenkomt en dat je bed is opgemaakt en dat je daar 's avonds gewoon heerlijk kunt induiken en dat het er voor je klaar ligt. En het is maar 1 seconde werk. Je stapt uit bed en je slaat je bed dicht. En nou weet ik dat sommige mensen hun bed eerst nog willen luchten. Dat kun je ook allemaal doen als je dat wilt. Ik doe dat vaak ook nog even. Even het bed opensla en daarna weer dichtsla. Maar wel een vast moment op de dag waarop je je bed weer dichtslaat voor de avond. Zodat het er netjes uitziet. Het Fly Lady System zorgt er ook voor dat je uitstelgedrag minder wordt. Omdat je vaste tijdstippen hebt in de week waarop je dingen doet. Dat je een vaste ochtendroutine krijgt en een vaste avondroutine waarin je alle dingetjes doet die je iedere dag weer doet, opnieuw. En ik vond het systeem toen ik het voor het eerst zag eigenlijk een beetje, ja, soms ook een beetje knullig. Een beetje heel eenvoudig. Maar als ik er langer bij nadenk, is het geschikt gemaakt voor iedereen. Het leuke is dat er ook een Facebookgroep is. Ook een Nederlandse Facebookgroep. Ik zal hem in de linkjes zetten bij deze episode. Dat wordt dan dus trendbubbles.nl/063. Daarin zet ik dan de link naar de Nederlandse Facebookgroep als je geïnteresseerd bent. En daar wil ik toch echt ook nog iets over zeggen, over die Facebookgroep. Want wat een super ondersteunende, supportive, wou ik het in het Engels zeggen. Ondersteunende groep is dit. Met mensen erin, met zo'n groot hart. En ook zulke leuke mensen erin die echt eerlijk delen hoe hun kamer eruit ziet op dit moment. En als ze gaan opruimen, hoe die er dan daarna uitziet. Welke problemen ze tegenaan lopen. Soms is je leven gewoon een beetje een chaos. En is je huishouden dus ook een chaos. En het helpt heel erg, dat zie je ook aan de Facebookgroep, om support te krijgen van anderen. En deze Facebookgroep maakt samen eigenlijk met die video's van Diane in Denemarken, die ze overigens helemaal, ja, eigenlijk vrijwillig maakt. En ook die Facebookgroep in de Nederland zit geen commerciële bijsmaak aan. Het is echt, ik vind een hele, alleen al leuk om 's ochtends even die Facebookgroep open te slaan en dan te zien wat er allemaal speelt. En even een duimpje te geven of een aantal zinnen aan iemand te geven om die een beetje moed te geven en energie te geven om de dag door te komen. En ook blij te kunnen zijn met de ander dat hij heeft bereikt dat hij bijvoorbeeld zijn woonkamer heeft opgeruimd of zijn hele huis eindelijk klaar heeft of eindelijk bepaalde dingen heeft kunnen weggooien die heel erg moeilijk waren om weg te gooien. Nou, ik heb nu nog maar een heel klein deel van het hele systeem en de hele filosofie uitgelegd. Er bestaat ook een boek van. Ik zal de link ook in de show notes zetten over het Fly Lady System. En dan kun je daarin ook meer lezen over de Fly Lady zelf. Degene die dit hele systeem heeft bedacht. Zij maakt ook nog YouTube-video's en houdt ook nog een community bij. Er is heel veel over te vinden. Maar wat zo leuk is dat er in Nederland dus een community is die heel erg levendig is. Dat is heel erg leuk. Nou, ik hoop gewoon dat je hoort dat ik enthousiast ben. En ja, misschien heb ik je geïnspireerd. Dat zou helemaal mooi zijn. Ja, daar is de podcast immers voor bedoeld. Ik wens je een hele fijne dag. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast. En dat je vol enthousiasme gewoon aan je huishouden begint. En weer eens een andere podcast dan andere. Gewoon over het huishouden, over je gewone leven. Maar daarin ook weer een dimensie meegenomen die toch iets vernieuwends in zich heeft of iets anders. En daar gaat deze podcast immers over.
Vind je het nou heel erg leuk om te luisteren naar de Trendbubbles podcast show? Laat me het weten door middel van een recensie in iTunes. Geef een aantal sterretjes of geef gewoon een leuk commentaar. Of geef een reactie onder de blogpost die bij deze podcast hoort. Ik vind het echt heel erg leuk om van jullie te horen. Via Facebook krijg ik vaak ook reacties binnen. En dat vind ik ook waanzinnig leuk. Gewoon leuk dat ik weet dat je luistert en dat je het naar je zin hebt om te luisteren. En dat je het fijn vindt om naar de podcastshow te luisteren. Ik wens je een hele fijne week en tot de volgende week maar weer. Dag hoor. Dit was de Trendbubbles podcast. Wil je geen episode missen? Abonneer je dan. Of kijk op de website trendbubbles.nl. Trendbubbles.